Robin, waar zijn we nou weer beland? Ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat ik elke keer toch een andere stem heb in jouw video's. Hoezo? Ja, dan weer heel zuiver, dan weer heel diep en dan weer gewoon... Oh! Dat vind ik zo lekker! Ik ook, maar we zijn op een schip. Ja, aan het wobbelen en het hobbelen te voelen, dan zijn we op een schip. En weet je wat ik ook voel? Is dat jij als kijker... Bam! Sorry voor het schreeuwen. Je moet even abonneren. Even liken, even abonneren. Robin, voor hoeveel likes gaan we? 4009. Het staat er naast me hier. Kijk, zoveel likes willen we op deze video. Als we het niet halen, laat Robin een scheet in zijn microfoon. Oké, maar welkom bij weer een map van een kijker. We zijn hier beland op een schip en er staat... Hey Max en Robin, welkom terug. Deze map kwam iets sneller. We vinden het leuk dat jullie terug bent... Wat? We vinden het leuk dat je terug bent, maar volg nu wel de dingen die er staan. Veel succes, Miles, Quinn, Delano. Let's go! Yeah. Yeah! We zijn hier op een piratenschip beland en ik zie hier een piraterin in... Oh, jezus, wat een tekst. Lees maar even voor. Hallo vreemdelingen, welkom op de Black Pearl. Hier gaan dingen anders dan bij de gevangenis. Bloksnoep werkt nu samen met Jack Sparrow. Maar het is het anders... Maar hier is het anders. Het is lezen moeilijk. Maar hier is het anders. Punt. Uit de gevangenis kan je ontsnappen. Hier is water. Alleen maar water. Als je hier weg wilt, moet je met een reddingsboot. Maar nu eerst... Nu moet eerst het lek gerepareerd worden. Is er een lek? Oh, er is een lek, Robin! Oh, helaas. Er zitten spullen in de kist. Ga daar naar Jack Sparrow. Die is in het magazijn op deze verdieping. Oké, Robin, trek je kleding aan. Ik trek mijn kleding aan. Trek je piratenkleding. Trek je piratenkleding aan. Neem het spulletjes mee. Ik neem die mee. Neem jij de spyglass maar mee. Oké, waar is Jack Sparrow? Is hier een gat? Moeten we hem repareren? Ja, die moeten we repareren. Zal ik hem repareren? Dat zou ik wel doen. Kom maar. Wacht, moesten we dat eerst? Of moeten... Eerst repareren. Oké, eerst repareren. Doen we zo. Hoppakee. Kijk. Oh, ik heb een plank ertussen gedaan. Oké, het lek is gerepareerd. Wat is dit? We hebben een waterbottel, niet eens rum. Maar nu moeten we naar Jack Sparrow, toch? Waar is die? Die is op deze verdieping, zeiden ze. Op deze verdieping? Dan ga ik hier eventjes kijken. Even of ik hier een Jack Sparrow... Oh, hier zijn piraten. Ik heb Jack Sparrow gevonden! Hij is hier! Nee, helemaal niet. Hij is hier. Hoezo, hij is daar? Hij is daar helemaal niet. Echt wel? Waar ben je? Nee, daar is hij niet. Wel, oh, hij is... Hij is daar ook. Ik denk dat we eerst hierheen moeten. We moeten naar deze Jack Sparrow. Oh, hij heeft een tweelingbroer. Hij heeft een tweelingbroer. Dit is Jaap Sparrow. Hallo! Jemig! Ik ben Jaap Sparrow en ik wil wraak. Jullie lieten mij in een gat vallen. En nu zet ik het jullie betaald. Ik werk nu samen met Bloksnoep en Miles en jullie zitten hier voorgoed. Vast. Dat moest er nog voor. Maar goed, als jullie alles hier gesorteerd hebben, dus de wortels bij de wortels, dan mogen jullie een sleutel om door te mogen. Zet die dan op de ijzeren deur. Oké, even voor de mensen die het niet weten, hier is flashback. Hij is terug. Hier, Jack Sparrow, wat wil je van ons? Ha, wat nu weer? Kijk. Oké, nou, nu weten jullie dat. Nu moeten we alles sorteren. Dan krijgen we deze sleutel hier. Maar waar is wat? Oh, mijn Hallo, god, nee. Hallo, Bloksnoep. Als jullie klaar zijn, mogen jullie de sleutel pakken. Oké, niet eerder. Nee, niet eerder. Wat is dit? Arr, ik ben Miles en ik werk hier voor Jack Sparrow. Oh, mijn god, jij werkt voor Jack Sparrow. Oké, laten we hier... Kijk, ik heb hier zit van alles gevonden. Appeltjes, die neem ik even mee. Nog meer appeltjes die ik meeneem. Shots en powder. Potatoes. Oh, mijn god. Oh, oe. Robin? Ja? Handen omhoog! Handen omhoog! Oh, god. Jezus. Wat is dit? Doe je handen omhoog. Ik ga neerschieten hoor. Nee. Ik ga deze guy neerschieten. Maar. Oh. Hij is dood. Wie was het? Bloksnoep hebben we dood gemaakt. Rip. Rip Bloksnoep. Allemaal even de reacties. Rip Bloksnoep. Oké, ik heb Aha! Die... Wat? Ik ben beter nu oh, dan jij. Oh, je hebt jezelf geüpgrade. Oh, weet je, had ik wel ook die armor. Oh, mijn kogels zijn op. Oké, laten we even alles pakken. Oh mijn god, je hebt ook een wapen. Kom je eraan? Een goed wapen heb jij trouwens. Wat een unit. Ja, alleen ik heb geen kogels. Oh, hier is nog meer. Hey, ik ben hier allemaal druk bezig met sorteren. Oh, ik ben allemaal druk bezig met sorteren, hoor. Ik ook. Hier, ik heb een zwaard. Best wel lijpzwaard. Oh jee, een piratenzwaard. Nou, daar zitten hier toch weinig dingen in, moet ik zeggen. Ik heb toch best wel veel al. Ik heb allemaal wortels en appels en aardappels. Nou, en waar moeten we het sorteren? 20, ja, dat weet ik dus ook niet. Ik denk hier het midden. Oké, laat ik hier de appeltjes doen. Ja. Laten we hier de carrots doen. Heb laten we niet. Hier de potatoes doen. Heb ik ook niet. En dan daar wat jij hebt. In deze laatste. Wat heb jij ik wel? Heb vis. Ja, doe de vis maar hier. En beetroot. Ja, doe dat maar allemaal hier. Nee, ja, doe maar daar dan. Ik denk dat we alles gesorteerd hebben. Ja! Oké, let's go. Laten we doorgaan. We hebben een gat gevuld. Wat is hier beneden? Nee, daar mogen we niet heen. Oh, daar mogen we niet heen. Daar mogen we nog niet heen. Hier is Jack Sparrow. Nou, Sparrow. Goeiedag. Yeah. Jack Sparrow. Hallo, best vies hier, hè. Bloksnoep. Ja, hadden we maar iemand om het schoon te maken.
Maar dat hebben we ook. Jullie gaan hier nu alles hier schoonmaken. Bloksnoep blijft jullie bewaken. Wij gaan ondertussen weg. Oké, okay, Bloksnoep blijft. Wij moeten alles hier schoonmaken. Dat houdt in waarschijnlijk alle spinnenwebben en zo weghalen. Oké, Miles en Jack zijn weg. Ik ga jullie helpen hier weg te komen. Dus luister goed. Dit is Bloksnoep, die gaat ons helpen. Oh, hij hoort helemaal niet bij hun. Hij hoort helemaal niet bij hun, dus we hebben je voor niks vermoord net. Robin, ik heb even met Bloksnoep gepraat. Hij zegt dat er beneden een amulet is die we kunnen vinden. Die is waardevol. En ik heb hier een reddingsbootje, die kunnen we gebruiken om naar de kant te gaan. Want daar staan kanonnen en dan kunnen we het hele schip lek schieten. Maar we moeten wachten tot iedereen slaapt. Jij bent aan het schoonmaken. Ja, maar dit gaat slecht met mijn hand. Hoezo? Hier, ik heb gewoon een zwaard. Kan ik het gewoon lekker mee... Ja, als jij dat doet, dan... Okay, maar we hoeven het niet schoon te maken. We moesten wachten tot iedereen slaapt en... Nee, maar we moesten schoonmaken. Anders krijgen we dat zo meteen weer aan onze broek. En ja, oké. Okay, laten we in ieder geval schoonmaken. We moesten doen wat er werd gevraagd. Want dat hebben we de vorige keer ook al niet gedaan. Dat klopt. Dus laten we eerst inderdaad even schoonmaken. Als jij die spinnenwebben doet... Ja, die heb ik. Die zijn allemaal wel weg. Nou, dan hebben we het gewoon. Slaapt iedereen al? Ik weet het niet. Ik zie hier wel allemaal goud. Moeten we dat meenemen? Nee, hè? Nee. Oh, je moet ook even schoonmaken. Oh, dat moet ook schoongemaakt worden. Het goud moet natuurlijk schoon. Ik snap het. Ik snap het. Ik vind wel dat die mensen die deze map maken goed nadenken over dat wij gewoon wel met het milieu bezig zijn. Zo, kijk hoe schoon het er netjes is hier. Ja. Laten we nu naar beneden gaan. Ze weg dan? Als iedereen slaapt. Kijk, ze slapen. Nee, die zijn weg. Oh ja. Die ging weg. Dus laten we naar beneden gaan. Oké, en dan... hier loopt iemand. Misschien moeten we hem doodmaken. Huh. Kijk, wat heeft hij te zeggen, Robin? Hey, wat doen jullie hier? Ach, wat maakt het uit. Nu jullie er toch zijn, maak even alle rommel hier schoon. En ga dan naar jullie cel en ga ook slapen. Oh, weer alles schoonmaken? Oké, als jij het schoonmaakt, ga ik het amulet zoeken. Nee. Jawel, dan splitsen we op. Ja, klopt. We splitsen op. Die beneden moet ergens het amulet liggen. Ja. Maar waar? Het is een waardevol amulet. Ik heb hem. Helemaal niet. Nee, en ik maar schoonmaken hier. Oh, ik heb hem! Hier, amulet! En lees dit. Kijk, ik heb het amulet. Het is een soort eng maskertje of zo, zie je? Ik kom even kijken. Oh, wat is dit? Hey jongens, dit is Bloksnoep. Als het goed is, slaapt iedereen nu. Dit is jullie kans. Ga naar boven, het dek op en ontsnap. Meekomen, Robin! Neem het amulet mee, het is tijd! Oké, we moeten sneaken. We moeten sneaken trouwens. We moeten sneaken. Anders wordt iedereen wakker. Sneakers. Sneakersokjes. Anders wordt iedereen wakker. Nee, wat een troep hier. Wat een troep, hè. Dat gaan we niet allemaal opruimen. Oh! Time set toe. Iedereen slaapt. Iedereen slaapt. Oké, hier. Groene maan. Kom. Is de groene maan? Waar is hij? Daarboven. Oh, daar inderdaad. Oké, stap in de boot. Stap in de reddingsboot. Je zou ook gewoon zwemmen kunnen doen, maar maakt niet uit. Nee, zwemmen haai inderdaad. Oké. Ja. Er werd gezegd dat we naar de kant moesten. Daar werden we verder geholpen. Hier zie ik een kleine haven. Dus laten we hier even aanmeren, zo. En dan moeten we de kanonnen zoeken. Oh, hier, kijk. Oh, hier is René. René kan ons verder helpen. Ik ken het zo. Hey, René. Hey, welkom. Ga even naar de havenmeester in die hut hiernaast. Is goed, dankjewel, René. Dankjewel, René. Wie is dit? Havenmeester. Hey, ahoy, landrotta. Welkom in de Outpost West. Waarmee kan ik jullie helpen, Robin? We zijn hier om af te rekenen met die Jack Sparrow. Havenmeester. Oh, daar weet de smid wel meer over. Ga daarheen. We moeten naar de smid, Robin. We gaan naar de smid, mevrouw. We gaan naar de smid en we gaan het schip hier gaan we opblazen. Oh, time, het is overdag. Goedemorgen. Goedemorgen. Hier, de smid. Dit ziet eruit als de smid. Hallo, ik ben de smid. Ik heb wat informatie voor jullie, maar dan moeten jullie eerst de oars ophalen bij de haven. Pak gerust de pickaxe uit mijn kist binnen. Als jullie de oars inleveren, mogen jullie ook kanonskogels meenemen. Ah, oké. Kijk eens. Liggen er... Oh, en een boekje. Oeh. Die pak ik wel. We pakken pak jij het boekje? Allebei 32. Allebei 32 kanonskogels. Wat staat er in het boekje? Ooit in dit dorp waren er twee tovenaren. Oh nee, wacht. Verkeerd verhaal. De informatie die ik heb is dat er kanonen staan. Als je die op de boot afvuurt, zou de hele boot affikken. Maar ik weet dat de bakker meer weet daarover. Waarom moet de bakker daar meer over? Laten we eerst oorzakken voor deze man. Want dan mogen we de kanonskogels ook en zo hebben. Oh, dus ja, laten we eerst klopt. Even alle oors vinden. Die staan hier. Kijk, laten we dit eerst even allemaal hakken. Hier moeten we wel een beetje voor het dorp zorgen natuurlijk. Wat is daar? Er staat een plot met een... Ik denk dat niet de bedoeling is dat wij dat daar zien. Dat standbeeld in de verte daar. Oh nee, dat zien wij niet. Dat zien we niet inderdaad. Dat is zo'n oase, weet je wel. Ja. Oké, we hebben als het goed is alle oors gehakt. Zeker weten? Ik denk het wel. Lijkt van wel. Wat zit er hierin? Helemaal niks. Goeie hijskraan. Ja, deze is inderdaad wel netjes. Oké, dan waar moesten we het stoppen? Hier links, denk ik. Ja, hier? In de kist, denk ik. In de kist? Is dat ja, wat ik denk het wel. Oké, dan doen we alle oors in de kist. Dan mochten kanons, dus die hebben we. Oké, dat is check. Oké, en dan moesten we door naar de bakker, want hij had meer informatie over de kanonnen, toch? Ja. Oh, dit is de molenaar. Dat is iemand verkeerd. Oh. De bakker, die is hier. Hier is de bakker. Kijk eens. Hallo, bakker. Hoi, ik ben de bakker. Jullie willen informatie, toch? Ja. Yeah. Oh, ik ben... Ja, wacht, jullie... Ja, dat willen wij zeker.
Nou, dat mogen jullie best. Heel script. Maar dan moeten jullie eerst 32 graan voor me halen bij de molenaar. Als je het hebt, mag je de info uit de kist pakken. Ah, hier zit inderdaad een boekje. Oké, okay, hier zit inderdaad een boekje. Ik denk dat je al genoeg graan hebt. Je hoeft het ook niet terug te planten. Dat is niet gevraagd. Nee, klopt. Maar okay. Moest ik het niet bij de molen halen? Nee, weet ik niet. Oei, ik ben de molenaar. Mogen wij de 32 graan uit de tuin halen? Oeps, sorry molenaar. Oh, en voor het amulet. Van een amulet. Oh, nou hier heeft u het amulet. We hebben het amulet, toch? Ik heb het graan al. Oh, top. Nou, we hebben het amulet ingeleverd. Veel plezier met je amulet. Wij hebben het graan al gehakt. We gaan het inleveren en dan pak ik het boekje. 32, hè? Ja. Zo, en dan pak ik het boekje. Heb ik nog een stekker 24. Nou, die doe dit ik is de informatie die ik weet. Er is een bewaker in deze outpost. Die woont in de toren, maar hij staat op de muur. Die weet meer. Ga... Daar kan je wraak gaan nemen op Jack Sparrow. Het is tijd, Robin. Het is tijd om wraak te nemen. Daar staat hij inderdaad. Wacht, een vis op het droge. Stop hem terug in... Nee! Nee! Stop hem, nee! Waarom geeft hij mij een boommiel? Ga weg. Oké, laten we kijken wat deze guy heeft te zeggen. Hallo, ik ben de bewaker. Het is tijd om wraak te nemen. Pak de kanon, kogels en vuur. Ga voor het einde de toren in. Huh? Ga voor het einde de toren in op deze muur. Oké, dus laten we eerst het helemaal kapot schieten. Trouwens, kijk eens wat? Wie dit is. Oh! Dit is onze kaashosting sponsor, jongens. Wil je nou ook van deze prachtige Minecraft servers? Kijk dan zeker even op kaashosting.nl voor de allerbeste Minecraft servers. Robin, het is tijd om aan te vallen. Pak de kanonnen. Ik wil deze. Kanon. Ik neem deze. Stop ze erin. Ik stop. Wacht, trouwens. Laten we er in elk even 8 stoppen. Hier 8 in. Wow. Als jij daar, deze 2 dan doet, dan doe ik deze 2 wel. Oh, dan kunnen we er 16 in elk doen. Oké, Robin. Aanvallen in 3, 2, 1. Schieten. 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 Schieten hem helemaal kapot. Hebben we al iets geraakt? Ja, we raken. Boom. Schiet het kapot. Ja, toon ze geen genade! Geen genade tonen! Oh mijn god, het hele schip staat in de fik inderdaad. Oh, het werkt, Robin. Volgens mij mis ik alles, maar dat maakt niet uit. Oké, mijn is op. Ze zijn op. Mij nou. Hebben we nou wraak genomen op Jack Sparrow? Ik denk het wel. Ik denk dat we wraak hebben genomen op Jack Sparrow. Ja, dat was hier inderdaad. Laten we de toren ingaan. Nee, laten we eerst even genieten van hoe Jack Sparrow zijn boot aan het... De Black Pearl daar aan het afbranden is. Dat is Jurassic Park trouwens. Wow. Mooi, Robin. Ja. Oh, zo mooi. Zo eenzaam en alleen. Zo mooi. Al dat vuur. Oh, zo mooi. Prachtig dit. Thuis onder de pannen. Wat? Het is nacht. Het is een boot. Dat vuur maakt mijn lichaam rood. Wat? Het is heet. Ik sta hier klaar. Wat? Je staat achter met de watten en dat vind ik raar. Kunnen we verder? Ja, we kunnen verder, denk ik. Wat staat er? Hierheen voor het einde, als de boot is afgefikt. Oh, ja, maar dat duurt nog wel even voordat die helemaal is afgefikt. Laten we maar gewoon erop gaan, oké? Okay? Gaan we weer niet luisteren. Nee, dan gaan we weer niet luisteren, inderdaad. Oh. Hallo! Oh nee, het is het eindgevecht, Robin! Oh jee. Hey Max en Robin, bedankt voor het spelen van deze map. Oh, maar nu hij is klaar. Wil jij dat er een deel 4 komt? Ja! Kunnen we bekijken of het achterlaten in de reacties. Voor de rest was het heel moeilijk om deze map te maken, omdat we vanaf niks waren gestart, zowat. Nogmaals bedankt voor het spelen. Maar dat is toch altijd als je start van niks? Ja, dat is meestal de bedoeling. Maar jongens, willen jullie dat er nog een map aankomt? Een nieuwe map van een kijker van deze gasten van Bloksnoep, Jack Sparrow en Miles, was het toch? Willen jullie dat, jongens? Dat is helemaal aan jullie. Laat het nu in de reacties weten. Miles is de builder, klein beetje van de story gedaan. Delano is de builder, storyline Brabander, Bloksnoep, storyline gemaakt builder, server verrader. Ja, je bent een verrader. Huh? Max, dit had je... Wat? Max, je had dit zien aankomen. Groetjes, Delano. Eén tip. Piet Piraat. Ik weet wat het is, denk ik. Niet een abonneer op dinges, toch? Ik denk het wel. Hey Max, ken je onze afspraak nog? Iets met de muik te goed houden? Oh. Oh, ik ga wel muiken voor jullie. Muik. Nou, daar hebben jullie de muik. Robin, het schip wekt af! Ah! We moeten de video nog afsluiten. Jongens, dank jullie wel voor het kijken. Deze video, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Abonneer zeker even als het zo was. Hier heb je de mail waar jij jouw map van de kijker naartoe kan sturen. Dus doe dat zeker als je dat wil. En aan de andere kant van mij hier is de video die jij nu lekker moet gaan kijken. Want dit is ook een map van de kijker. Een hele leuke video. Kijk hem vooral. En nu spreek je later. Glaasje water, tot de volgende keer. Oh!